Het grote project in de Efteling, de Dive Coaster, mag worden gebouwd. Het is eindelijk zover. Ze hebben eindelijk een soort van startsignaal gekregen. De Efteling mag bouwen aan hoogmoed. Dat is nog wel de werktitel. Dus dat is niet uiteindelijk de naam van de attractie. Of misschien wel, maar waarschijnlijk ook weer niet. Want andere attracties hebben ook wel eens een werktitel gekregen. En die heten nou ook bijvoorbeeld ineens Piranha of het Volk van Laaf. We gaan na het intro iets heel vets doen. We gaan namelijk een concept attractie van iemand gebouwd in No Limits 2 bekijken. En dat is ongeveer een kleine preview hoe de coaster er misschien wel uit zou kunnen zien. Het is natuurlijk een eigen fantasie, een eigen idee. Dus misschien dat het er totaal niet op lijkt. Maar ik ben heel erg benieuwd. Je ziet het na het intro. Oké, people, let's go to work. En No Limits 2 is, zoals jullie misschien nog niet weten, en misschien een paar van jullie wel, is een achtbaan simulatiegame. Erg realistisch. En iemand genaamd, even kijken, ik heb de naam opgeschreven. Robert Dank, ik hoop dat je goed zijn naam zegt. Hij zegt, hallo Vincent, op de Vinsel Games zag ik dat je het leuk vindt om ingezonde coasters te behandelen. Laatst heb ik een concept gemaakt van de nieuwe achtbaan in de Efteling, die opent in 2015. Wellicht vind je het leuk om hier naar te kijken. Nou, hij heeft dus een video opgestuurd met ook de dive coaster en dus de achtbaan zelf. Dus ik ben erg benieuwd wat het wordt. We gaan hem samen met elkaar kijken. Ik ga hem nu ook voor het eerst zien. Wauw, dit ziet er heel vet uit al. Oké, dit is een opstandperron. We zitten al in een soort mijnschaf, want dat is ook de bedoeling dat de Efteling ook gaat maken. En dit ziet er ook fantastisch uit. Je gaat gelijk omhoog. Nou hoop ik niet dat je gelijk omhoog wordt getakeld. Want ik vind dat je als je een voorshowtje hebt, dat de achtbaan nog even een kleine route aflegt en pas later omhoog wordt getakeld, zou ik persoonlijk wel vetter vinden. Ook bij het steltje van de Efteling. Want ja, de Efteling heeft dat eigenlijk nog niet met achtbanen gedaan. Dat je een soort van beginshowtje krijgt. Maar ja, het moet in 2015 al afkomen, die achtbaan. Dus ik ben benieuwd of ze dat wel gaan toevoegen. En dit ziet wel echt heel vet uit al. Ja hoor, dit wordt hem. Oh, wat creepy hoor. Wow! Oei! Wauw, en wat een details heeft hij gemaakt, zeg. Nou, het wordt natuurlijk een familieachtbaan. Dus waarschijnlijk zal die niet echt over de kop gaan. Dus ik denk ook niet dat het in deze achtbaan zit. Oh, fantastisch. Mijn karretje is net ook, onder de grond. Nou, volgens mij zag ik wel een looping aankomen. Ja, toch wel. Ja. Kurkentrekker, oké. Zo vet joh. Wauw, ik vond het ritje er echt fantastisch uitzien. Echt goed je best gedaan, echt fantastisch gedaan. Ook de details die je zag, jammer van die error die ik had. Dus ik ben bang dat ik wel wat dingen heb gemist. Maar echt, al met al was het echt een heel vet concept art. En bedankt voor het inzenden. Wil je ook een coaster insturen, dan kan dat natuurlijk. Mail me gewoon eventjes en dan komt het helemaal in orde. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer. Doei doeg!